Burgemeester Wallagen houdt er op 1 juli volgend jaar mee op. Dat heeft Wallagen vanmiddag bekendgemaakt aan het begin van de gemeenteraadsvergadering. De burgemeester vindt het dan wel mooi geweest. Wallagen wil namelijk niet door de stadjes herinnerd worden als Dolle Grieze. Wallagen werd in 1998 burgemeester van de stad. Het is nog niet bekend wat hij in de toekomst gaat doen. U overvalt ons enorm. Ja. Ja. U was ontroerd, zag ik. Nou ja, ik vind het een heel besluit. Want ik doe het met immens plezier en ik zou er ook nog wel aan één kant graag mee door willen gaan. Aan de andere kant, in 2010 heb je een nieuwe raad, een nieuw college. Dan hebben we ook een nieuwe burgemeester. En ik geloof dat het voor de stad goed is. En mij geeft het de vrijheid terug die ik natuurlijk al die jaren niet gehad heb. Heeft u plannen? Want u bent nog jong en energiek en van alles. Ik ben niet jong en wel energiek. Nee, ik heb geen concrete plannen. Ik ga dit komend half jaar, behalve heel hard werken voor de stad, goed nadenken over het soort dingen wat ik de komende jaren wil doen. Want dat ik maatschappelijk actief wil blijven, dat spreekt vanzelf. Hoe wilt u nou dat de Groninger burgers zich u herinneren? Nog niet, want ik wil dat ze gewoon het komend half jaar een burgemeester hebben die vol in bedrijf is, tot 1 juli. En dan ga ik die vraag beantwoorden, aan het eind van juni. Dan houden we een exitgesprek. Maar nu even, wat was uw overweging om dat nu te besluiten? Omdat als ik het nu besluit, het aantal jaren dat ik het heb gedaan ook echt voldoende is. Straks dus 10 jaar en 9 maanden. En ik open de weg voor een nieuwe burgemeester op het moment dat voor de stad van belang is. Die combinatie. Dat heeft me doen besluiten om dit zo te doen.